Goedemiddag allemaal, welkom bij weer een nieuwe Pilatesles online. Vandaag gaan we weer een les van ongeveer een half uur doen. Met allerlei oefeningen en dat wordt zonder materiaal. Dus het enige wat je nodig hebt is een matje en een handdoek. Heb je geen matje, zorg dat je voor een iets zachtere ondergrond hebt dan de gewone grond. Misschien op het kleed en ga lekker op een handdoek liggen. En dat is alles wat we nodig hebben vandaag. Je mag meteen komen zitten op je knieën. Dan beginnen we namelijk vandaag zittend. Je zet je knieën iets uit elkaar en je legt je armen vast helemaal voor je neer. De kin is op de borst en op deze manier blijf je heel even zo liggen. Probeer je zo ver als je kan met je handen naar voren te lopen. Oké, blijf liggen. Adem rustig een keer in. En blaas uit. En weer in. En blaas uit. Gaan we zo meteen inademen. Doe je niks. En als je uitademt, kijk of je een stukje verder met je handen naar voren kan. Dus je blijft zitten. Adem in. En blaas uit. Nog weer een keer in. En uit. Nog een stukje verder naar voren. En doen we nog één keer in. En blaas uit zo ver als je kan naar voren. En dan mag je meteen weer rustig naar voren komen. Hou je handen hier. En kom je op deze manier helemaal liggen. Handen nog ietsjes naar voren. En strek je dan uit zo ver als je kan. Kom je weer even terug naar beneden. Doe een aantal keer achter elkaar. En strek weer op. En weer rustig naar beneden. En strek op. Kom weer naar beneden. En op. Oké, doen we nog één keer, dan gaan we de oefeningen combineren. Dus naar beneden. Dan strek je weer op. Kom je meteen ook weer op je knieën. Ga je met je billen richting je hakken. En laat je handen zo ver als je kan naar voren staan. Rek je helemaal uit. En kom weer terug naar voren. En weer liggen. En weer op. Billen naar je hakken, kin op je borst. En terug naar voren. En strek weer op. Dat doen we nog drie keer. Rustig tempo. Billen naar je hakken, rek op, kin op je borst. Maak je helemaal bol. En strek op. Heup op de grond, schouders op. Maak je helemaal hol. Laatste twee. En weer terug. Oké, laatste. Zo ver als je kan. Met die billen richting je hakken. Kin op je borst. En nog eentje. Op, omhoog. En ontspannen. Oké. Dan eerst even kort warming up. Beetje holbol maken van de rug. Dat even ter bevordering van de mobiliteit. De volgende oefening is wat meer voor de stabiliteit. Dus dat wordt wat meer kracht zetten. We beginnen op... handen en knieën en zorg dan dat je knieën recht onder je heupen zijn en je handen zijn recht onder je schouders. Vanaf daar mag je nog even een aantal keer holbol maken. En dan maak je hem even zo groot als je kan, kin op je borst als je bol maakt. En kijk weer omhoog als je hol maakt. En weer op je borst. En op. En dan zoek je hier de middenhouding op. Dus je komt ergens in het midden staan, niet de bol, niet de hol, maar ertussenin. Adem je een keer in, doe je niks. En als je uitblaast, zet je die navel vast richting de wervelkolom. Dus als het goed is, heb je spanning op die buik. En trek je schouders een klein beetje weg van je oren. Dus naar achter, naar onder. En dan blijf je staan. Adem rustig door. Wat we zo meteen gaan doen, is je rechterhand achter je hoofd zetten. Elleboog wijst opzij. En vanaf hier ga je met je rechter elleboog naar je linkerknie. En strek je weer open. Draai open zo ver als je kan richting het plafond. En weer terug naar de linkerknie. En open. Het makkelijkste bij ademhaling is als je inademt wanneer je naar beneden komt. En uitblazen als je opgaat. Probeer zo ver mogelijk open te draaien. En ook weer dicht zonder dat je je hele onderrug meeneemt. Dus dit blijft allemaal stil. En alleen je bovenrug en je arm bewegen. Zorg dat je niet te ver naar achter gaat hangen.
Of juist te ver naar voren. Maar dat je ergens in het midden staat. Rustig naar beneden. Hou die onderrug stil, navel in. En op omhoog. Elleboog richting het plafond. Kijk mee op. En adem in. Terug naar beneden. Blaas uit. Op omhoog. Oké, laatste drie. Dan wisselen we van kant. Naar beneden. En uit op. Oké, laatste twee. Zijn er bijna. Hou vol. En uit weer op. Oké, doe nog eentje zover als je kan. Hou die onderrug stil. Hou je navel in. Zorg dat alleen die bovenrug en je armen bewegen. Hoofd kijkt mee. En rustig terug. Oké, zet je armen weer neer. En ontspanning. Je mag even je polsen losdraaien. Even die schouders losschudden. Als je het prettig vindt, kun je ook altijd tussendoor weer in die bidhouding komen zitten. Dan heb je je kin op je borst. Armen voor je. En dan rek je even helemaal uit. Armen naar voren. Blijf op deze manier liggen. Kom rustig overeind, draai nog een keer die polsen los. Dan gaan we door met de andere kant. Dus je komt weer als een vierkantje staan. Knieën zijn onder je heupen, polsen zijn onder je schouders. Lichte knik in je ellebogen. Zorg dat de rug recht is, dus heb je het nodig. Maak nog even een aantal keer hol en bol. En denk je dat je het weet, kom je meteen recht staan. Zorg dat die rug goed recht is. En trek die navel weer in. Dus buikspieren zijn aangespannen. Dan zit je linkerhand achter je hoofd. En ga je met je linker elleboog richting die rechterknie. Zo ver als je kan, zonder dat de onderrug mee beweegt. En strek hem ook op, omhoog. En weer naar je knie. En strek op, omhoog. Zo ver als je kan, draai open naar het plafond. Dus je mag dit voelen in je rug. Je mag dit voelen tussen je schouderbladen. In je arm. De hand waar je op steunt. Misschien een beetje in je buik. Als het goed is, span je buikspieren nog aan. En zorg dat je niet te hol trekt als je omhoog gaat. Dus hou het bekken goed stil. Onderrug blijft helemaal doodstil. En alleen bovenin. Beweeg je. Draai open. En weer dicht. Oké, laatste drie. Kijk mee omhoog. En ook weer mee terug. Zorg voor een lichte knik in die rechter elleboog, zodat je niet helemaal overstrekt staat. Oké, zijn er bijna. Laatste twee. Draai open. En rustig terug. Hou die spanning op je buik. Eentje. Oké, kom terug naar het midden. Zet je hand weer neer. Mag je weer even terugkomen. Pols even losdraaien als je wil. En vind je het prettig, kun je altijd nog weer even in die bidhouding komen zitten. Vind je de bidhouding niet prettig? Blijf even zitten. Draai even een aantal keer je schouders los. Van voor naar achter. En ook van achter naar voor. Oké. Volgende oefening die we gaan doen. Blijf nog steeds in dezelfde positie. Komt een beetje op hetzelfde neer. We gaan armen en benen bewegen. Maar de romp hou je weer stil. Dus je mag allemaal terugkomen naar diezelfde beginhouding. Dat is weer dat vierkant. Hè? Dus je knieën zijn onder je heupen. Polsen onder je schouders. Let op dat je niet te ver naar achter gaat hangen. Of te ver naar voren. Dat je ergens in het midden staat. En vanaf hier maak weer een aantal keer hol en bol. Zoek even goed die middenhouding op. Dus ergens recht in het midden. En dan trek je die navel in. Dan gaan we de linkerarm en het rechterbeen uitstrekken. Dus je blijft op je rechterhand staan. De rug blijft helemaal stil. En trek ze ook in. En dan trek je ze beide gebogen richting je romp. En strek weer uit. En als het goed is, beweegt je romp niet mee. Dus je ziet niet een holling en een bolling. Maar je ziet dat je romp stil blijft. Navel blijft in. En alleen je arm en je been bewegen. In. En ook weer uit. Dus focus op het stilhouden van die romp. Span je buikspieren aan. Hou je schouders laag. Trek het been zo ver als je kan in. En ook die arm erbij. En ook weer zo ver als je kan. Strek uit. Hou de spanning op die buik. Oké, laatste vier. Laatste drie.
kijken onder je op die mat. Hou die rug stil. En de laatste. Zo ver als je kan in. Rug blijft nog steeds stil. En strek weer uit. En kom je rustig terug. En mag je ontspannen. Ook weer even opnieuw die schouders los. Polsen los. Ontspan even. Adem even een paar keer in en uit. Je kan nog een aantal keer hol en bol maken. Mag ook nog weer even in die bidhouding. Leg je armen dan weer voor. Je kin op je borst. En ontspan even. Rustig terug overeind. We moeten hetzelfde doen met de andere kant. Dus het blijft de spanning op die romp. Armen en benen die moeten rustig uitstrekken en weer buigen. Met het stilhouden van de romp. Kom hier staan. Opnieuw weer die vierpunthouding. Dus knieën onder je heupen. Handen onder je schouders. Dit keer laten we de linkerarm en het rechterbeen staan. En gaan we met de rechterarm linkerbeen uitstrekken. Zorg ervoor dat je begint dat je weer even die middenhouding vast hebt. Sta je niet te bol, sta je niet te ver ingezakt. Sta je midden, is je rug recht, zijn je schouders laag, een beetje naar elkaar toe getrokken. Als dat zo is, trek je die navel weer in en gaan we door met rechterarm, linkerbeen. Hou vast en strek uit. En buig ze rustig naar elkaar toe, zonder dat je romp beweegt. En strek weer uit. Okay, nog weer een keer naar elkaar toe. En strek uit. Ademhaling is het makkelijkst om in te ademen als je naar elkaar toe gaat. En uitblazen als je gaat strekken. Okay, probeer te focussen op die romp. Hou hem stil. Let op dat je niet bol gaat als je inkomt. En weer hol als je uitgaat. Maar probeer die rechte houding vast te houden. De navel blijft continu in. Focus op die ademhaling. Houd die lichte knik in je linker elleboog. Doen we de laatste drie. Laatste twee. Eentje, laatste. In. Hou die rug stil. En weer uit. Oké, kom rustig terug. En ontspan maar even. Dus gewicht even van je armen. Rol nog even lekker alles los. Schouders naar achteren. Even naar voren. Draai nog een keer goed je polsen los. Allebei de kant op. Ontspan ze even. Kom dan nog één laatste keer even in die bidhouding. Dus armen weer naar voren. Kin op je borst. En billen zijn op je hakken. Oké, kom rustig overeind. En dan mag je omdraaien. Komen op de rug liggen. Dan gaan we door met de rompoefening. Met name weer voor je buik, voor je rug. We doen dat eigenlijk hetzelfde als dat we net zittend deden. Dat doen we nu liggend. Dus je mag beginnen weer in deze houding. Benen zijn gebogen in de lucht. Rug is in de mat. Dus als je het prettig vindt, kun je voordat je benen optilt een aantal keer dat bekken kantelen. Oké. Dan hou je dat vast. Til dit op. Armen zijn gestrekt boven je hoofd. Dus ze zijn parallel aan de grond. En vanaf hier ga je ook die benen uitstrekken. Dus dit is je beginhouding. Gestrekte benen, gestrekte armen. Hoe hoger je benen zijn, des te makkelijker. Heb je ze lager, wordt het zwaarder. Vanaf hier ga je linkerbeen, rechterarm naar elkaar toe bewegen. En rustig uitstrekken. Wissel van kant. Linkerarm, rechterbeen. Buigen. En strekken. Wil je een stapje moeilijker? Kom met je hoofd mee omhoog. Op deze manier ga je met je linkerarm naar je rechterknie. En terug. En wissel van kant. Oké. Ben je te zwaar? Buig je je knieën iets. Laat je hoofd liggen. Kom je op deze manier met
je arm naar je knie. En rustig terug. Druk je knie, kom terug. Richting je arm. Je hoeft ze niet aan te tikken. Het is de richting waarop je gaat. Laat het je nog gemakkelijk af. Hou je benen gestrekt. Armen gestrekt. Doe de laatste vier. Dus twee per kant. Oké, laatste twee. En één. Oké. Buig rustig je benen. Ontspan even. Leg je hoofd neer. Als je wil, draai weer even een paar rondjes met de knieën. Draai de knieën dan ook de andere kant op. Maak je even helemaal lang. Dus leg je benen gestrekt. Strek je armen uit boven je hoofd. Maak je dan ook weer om en om even langer. Rek je even helemaal uit aan één zijkant. Leg je armen dan breed naast je. En zet je benen even gebogen neer. Heel even korte ontspanningsoefening tussendoor. Beweeg je gewoon heel rustig je knieën van links naar rechts. Adem diep in en uit. Rustig op en neer. Romp en schouders blijven liggen. Knieën gaan zo ver als je kan opzij. Beweeg je knieën nog even naar rechts. Laat ze dan even naar rechts liggen. Buig beide armen naar links. En kijk met je hoofd mee naar je armen. Op deze manier blijf je even liggen. Hou hem vast. Adem rustig in en uit. En wissel door naar de andere kant. Dus knieën gaan naar links. Armen, gezicht naar rechts. En ook daar hou je hem weer even vast. Rustig weer liggen. We houden de rug op de mat, de voet op de mat, maar ze staan wel gebogen. Vanaf hier blijven we liggen op de rug, til je kin in. Dus hoofd is omhoog van de mat. Je mag je voeten ietsjes breder zetten dan je heupen. Je armen die liggen gestrekt richting je voeten. De hele oefening lang ga je je kin op je borst houden. En ga je met je rechterhand naar je rechterhak. Rustig terug naar het midden. En wissel je af, linkerhand, linkerhak en weer terug. Dus je gaat om en om van rechts naar links. In het midden hou je hem even vast. En dan pas wissel je door en je houdt de kin op de borst. Dus dit wordt een flinke buikspieroefening. Zowel rechte buikspieren afschuinen. Je gaat het misschien in je nek voelen. Dat mag, helpt ook mee. Wordt het te pijnlijk in je nek, merk je dat je die kin niet meer goed op je borst kan houden. Ga je te ver naar achter met het hoofd. Zet dan één hand onder je hoofd. Ga je door naar één kant. Dus ga je alleen naar rechts, terug naar het midden. Naar rechts, terug naar het midden. Wissel je naar vier keer af. Naar de andere kant, rechterhand onder je hoofd. En ga je alleen naar links, terug naar het midden. Naar links, terug naar het midden. En ook na vier keer wissel je weer af. Haal het je goed af, hou die kin op de borst en blijf rustig doorgaan. Op deze manier, zo ver als je kan, richting die hak. Okay, we zijn er bijna. Hou vol. Doe er nog vier naar beide kanten. Laatste twee naar beide kanten. Als je aan één kant bent, wissel van kant. Laatste vier. Laatste twee. Hou die kin goed op je borst. Eentje.
Oké, kom rustig liggen. Leg je hoofdje neer. Leg je benen weer even gestrekt. Als je wil mag je meteen weer je armen boven je hoofd strekken. En rek ze dan ook nog weer even helemaal uit. Dus maak je lang. Even om en om, links, rechts. Je benen gaan daarbij ook op en neer. En hou hem even vast zover als je kan gestrekt. Trek je rug een beetje omhoog en zorg je dat je net wat rek hebt op die buikspieren. En maak je dan nog een keer een bolletje, dus trek je knieën weer naar je toe. Maak die zo klein als je kan. Vanaf hier doen we alweer de laatste oefening van vandaag. Dat zal nog steeds met name zwaar zijn voor de buik. We blijven nog liggen op de rug. Kantel het bekken weer naar achteren. Dus zorg dat die onderrug goed in de mat gedrukt is. En dan buig je je benen allebei in de lucht. Je houdt je hoofd weer omhoog. En vanaf hier ga je met je rechter elleboog richting je linkerknie en terug en wisseling van kant. Dus je hebt steeds rechter elleboog, linkerknie, schuin opzij, terug en wissel van kant. Vind je dit nou best wel makkelijk, wil je wat meer uitdaging? Strek je benen uit, ga je op die manier. Dus op en terug. Is die zwaar genoeg? Hou je benen gebogen, om en om, linker elleboog, rechterknie en wissel. Heb je hier hetzelfde probleem als je net? Wordt je nek te moe? Hou je hand dan weer onder je hoofd. Linkerhand onder je hoofd. Ga je met je rechter elleboog naar je linkerknie. En terug. En ook hier doe je er 4 per kant. En daarna wissel je af. Probeer de benen goed stil te houden. Dus kom omhoog. Vanuit de romp. Heb je er 4 gedaan? Wissel af. Met je rechter of met linker elleboog naar je rechterknie. En 4 keer. Wissel je weer af. Gaat het goed? Hou je de handen bij voor je. Ga je om en om. Van rechts naar links. We zijn er bijna. Doen we nog weer 4 per kant. Dus hou nog even vol. Die buik moet best wel branden. Oké. Laatste 4. We zijn er bijna. Probeer die schouder goed op te tillen van de mat. Oké, doe er nog eentje bij de kanten. Laatste oefening zo ver als je kan. Oké, en ontspan. Laat je benen rustig zakken. Strek je meteen weer even uit. Dus zorg dat je wat rek hebt op die buikspieren. Handen boven je hoofd, maak je helemaal lang. Trek je rug een beetje hol, dus even niet in de mat geduwd. Hij mag nu ontspannen zijn. Blijf heel even zo liggen, adem een paar keer diep in en uit. Blaas uit, trek je armen rustig naar beneden en dan je knieën weer naar je toe. Maak je weer even helemaal klein en draai een paar rondjes met de knieën van rechts naar links. En ook andersom, links naar rechts. Laat je linkerbeen even gestrekt op de grond liggen, hou je rechterknie gebogen bij je. Strek hem zo ver als je kan naar je toe. Trek hem dan ook schuin over die linkerheup. Zorg dat je wat recht op die benen krijgt. Eventueel je onderrug iets. Oké, gaan we wisselen van kanten. Rechterbeen leg je gestrekt op de grond. Linkerknie trek je gebogen richting je borst. Zo ver als je kan. Ook schuin over die rechterhoek. Mag je hem weer loslaten, laat hem liggen. Kom rustig overeind. Kom hier even in die kleermaker zitten. Gaan we zitten nog wat rekoefeningen doen. Je begint met je rechterhand naast je linkerhand op omhoog. En buig je af naar rechts. Zorg dat je een beetje rek opzoekt op die linkerzij. Oké, wissel af van kant. Dus linkerhand gaat naar de grond. Rechts op omhoog. Buig af naar links. En zoek die rek op je rechterzij. Kom rustig terug. Strek je linkerarm voor je uit. En trek hem met rechts tegen je aan.
Doe je beide schouders laag. Wisselen van kant. Recht, strek uit, voor je langs. En trek die schouder goed omlaag. Zorg dat je het direct voelt rondom die schouder. Misschien achter bij je schouderblad. Oké. Vouw je handen dan in elkaar en strek ze uit op omhoog. Rek je helemaal uit, maak je zo lang als je kan. En zak dan in. Naar voren. Kin is op je borst. Trek die schouders goed uit elkaar naar voren. Blijf rustig zo zitten. Adem in. En blaas uit. Mag je armen loslaten. Draai dan even je schouders goed los. Rolbeweging van voor naar achter. En als laatste nog even van achter naar voren. En ontspan lekker. Je mag onderuit gezakt komen zitten. Rechtop blijven zitten, wat je wil. Goed gedaan. Super leuk dat jullie weer meededen met deze Pilatesles. Was vooral pittig voor de buik, dus misschien morgen wat spierpijn. Geeft niks, worden we alleen maar sterker van. Ik hoop dat jullie het een leuke les vonden. En we zien jullie heel graag terug bij een van onze volgende video's.